Ja, je ziet het goed. Nieuwe video van Deo Fish Team. Achter mij staat mijn tentje. Spulletje zeker ongeorganiseerd. Ordend. Maar goed, ik heb al één dingetje uitgevaren. En wie hebben we hier? Chittermeister. Yes. Gozer, joh. Kom nieuws brengen. Hoe ben jij vandaan? Ik kom van werk. Hard gewerkt. Lekker man. Weinig. Het is 6:30. 6:45. 6:45. Honger man. Ik heb een lekker koud biertje mee. En dorst. Man. Ja, die waren vergeten. Dus dat is lekker. Gauw het uitertje wegzetten. Waar zijn we? We zijn op een nieuw water. Ik heb hier nog nooit gevist. Wiets heb hier één keer geblankt. Water waar wat meer graskorpers bent. Die heb ik echt al 3 jaar niet gevangen. Dus dat zou heel leuk zijn. We hebben 2 dagen gevoerd. Dus het kan niet mis. Let's go. En hoeveel? 2 keer 2,5 kilo. Per dag. Lekker hoor. Knallen. Ja, ik zei het. Een hengeltje ligt in. Er staat een lekker windje op het water. Sinds weken. Het is eigenlijk super warm geweest. En wat Chit al zei, we hebben gevoerd. De boetworm Hollywood van tijdenuitverkoop.nl. Goeie bol. 3 verschillende diameters verkrijgbaar. En ze ruiken, jongen, dat is niet normaal. Ik heb er een hardwan op gedaan. En een kreeftkruisie. Er zitten wat kreeften hier. Andere hengel, hetzelfde verhaal. Die raak ik eigenlijk zo vis. Hij ligt ook daar. Dat verwacht op Chit. Er was een paar bollen gemaakt met kreeftkruis eromheen. Dus we zijn goed gewapend voor vannacht. Ik heb echt heel veel vertrouwen. Ja. Jij? Het is echt lang geleden. 2,5 weken tussen de 25 en 30 graden geweest in Nederland. Ja. Dus dat is wel lekker, maar voor de vissen is dat niet het beste. Een lekker kabbeltje over het water. We gaan zachten. Gek rollen. Kan je gek lopen? Kan je heel gek lopen. Eens kijken of de Chit een beetje kan steken. Oh! Kijken voor de bandjes. Jo, wat is dat een mooi uitgaan. Ik weet niet hoe het is. Nee, ik heb een nieuwe auto van de zaak. Die zit natuurlijk mij overgenomen. Doet hij goed? Ja, lekker hoor. Een Mexicaanetje en een burgertje. Oude Mexicaan, wat vind je daarvan? Ja, lekker man. Ik heb trek. Gek. Goed zeg. Mexicaan. Ja jongens, ik maakte me zorgen. Maar toen ik dit zag, wist ik. Zorgen. Vanmorgen. Het zijn vanmorgen, dat gaat gewoon goed komen. Ja, joh, het windje is lekker, het biertje is lekker, het burgertje is lekker. Nou nog karpje. Kan niet anders, nee. Kan niet anders. We gaan gauw die hengels ingooien, de maakjes zijn gevuld. Voeren. Varen, vingen, vangen, vissen. Vangen. Filmen. Heerlijk. Yes. Zo jongens, allebei mijn hengeltjes zijn gereed. Dit is de eerste. Klein loodje, 85 gram. Klein onderlijntje, denk ik zo'n 15 tot 20 centimeter. Een haak met een brede bocht en dan een Hollywood bloedwormbolie. Ja. Met een krimpkousje eromheen. Zo, en je ziet het. Hij haakt niet. Wat is het nou weer? Vandaar is het vaak werkt. Ja. Ik snap het. Ja, nu doet het gewoon de hele tijd. Ja. Ah, zo! En dan heb ik een goed scherm. Ja, oké. Dus dat scheelt. Wordt dat knallen? Dat wordt knallen. En ik zal gelijk mijn andere erbij pakken. Oké, stel eens. Precies hetzelfde. Alleen al met een ander loodjesteepje. Dat is niet te gek en dit wordt niet. Nou, ik ben benieuwd. Ik zal ook gelijk even uitleggen waar ik mijn hengels leg. Hier zo heb ik een mooi stekje. We hebben daar een mooie voerstrook gemaakt van zo'n denk 20 meter. Verspreid aan de overkant langs een mooi rietveld met een klein lelieveldje eraan. Wiets heb ik eigenlijk aan de linkerkant van de voerstrook zijn nog gedeponeerd en ik ga het aan de rechterkant doen. We vissen run om run. Dat is sowieso ook wel leuk om te weten. Heb jij weer mazzel? Dus, ik hoop gewoon dat mijn hengel als eerste afgaat. Dan heb je altijd voordeel met runnen. Dan gaan we uitvaren. En mijn andere hengel ga ik jullie zo meteen laten zien waar het is. Want het wordt een heel speciaal plekje. Ja, dat is uniek. En dat is heel uniek. Innovatief. Heb ik nooit gedaan. Innovatief, ja, technologisch, goed onderbouwd. En het moet goed komen. Yo. Echte constructies. Zo, hier voor de kant. Echt lijp groot. Ja, maar kijk, je ziet golven de handen. Innoveren, je kan het leren. Kijk, dit staat echt stevig. Hey, dikke duim omhoog jongens. Picobello PV. Ja. Yo. Zo, mijn tweede hengeltje gaat erin. Single bolletje, kreeftkousje eromheen. En een, hoe noem je zo nu? PVA schijmpje.
handje vol bollen mee. Die gaat in de zijsloot. Net zit 2 dagen gevoerd. En het is best een brede zijsloot, dus ik heb er wel goed gevoel bij. Je weet het, net als die video met Pilar. Alle 30 en 40 komen uit de zijsloot. We gaan het gewoon weer proberen. Het zou mooi zijn. Zeker. Tweede hengeltje kan erin. En, zoals jullie nu zien, prachtige constructie. We hebben lekker heel wat tijripjes meegenomen. Knutselen voor beginners. Knutselen kan je leren inderdaad. Innovatief, je weet het. Maar toen we aan het voeren waren, toen zagen we echt een mooie stek. Maar we zagen geen mogelijkheid om de hengel te plaatsen. Dus toen dachten we, nemen we gewoon wat tijrips mee, bindend aan de brug. En dan moet het helemaal goed komen. Hij kan erin. Ik hoop dat die piepje in die kopje ondergaat. Hey. Dat zou wel een mooie beelden anders. Nee, dat zou niet mooi zijn. Maar we gaan hem inleggen. Ja. Ah, ze kennen tegen water, hè? Ja, bij mij in de rot is ook een keer een rotpot 2 meter het water ingezakt. Dat denk jij. Dat denk ik niet. Hallo. Gedag. Gedag. Meneer. Het is hoe laat? Het is koud. Het is windy. Ja, en, het is echt koud. We hebben net wel een vis horen springen, dat is wel mooi. Oude man die kwam langs, die zei even veel praatjes. Er zitten heel veel dikke graskarpers, dus het zou wel krachtig zijn. Maar ik hoop in ieder geval wat te gaan vangen. Het is 10 uur, bijna donker. Ik zit twijfel om nog een burger te bakken, maar eigenlijk niet zoveel zin in. Ja, dat gaan we wel doen. Ah, kom morgen. Nee, zeker niet. Ik ga het wel doen. Dus, ja, zo en wat is het slechte nieuws? Het slechte nieuws is dat we nog niks hebben. Nee, en dat het heel de nacht gaat regenen. Ja, en morgenochtend. Dat zegt shit. En ook morgen als ik naar Woewa ga, terwijl het buiten is. Als ik een vis heb. Kutzooi. En hij zwemt onder de brug door, dan schuurt zijn rijn tegen de brug aan en dan gaat hij breken. Dat is ook slecht nieuws. We hopen dat hij het grote water trekt. Ja, dat is ook wel de grootste kans. Hier is Keutje ooit erbij. Desalniettemin, is dit de laatste shot. Wij gaan zo slapen. Als er weer actie is, dan zijn we natuurlijk als eerste bij. Jullie, hè? Ja, jullie zijn als eerste bij. Precies, we denken aan en wat jullie. Wat je ook niet moet vergeten is even een belduimpje omhoog doen voor deze video. Laat in de comments even weten wat je nog wil zien dit jaar. En met wie we moeten gaan vissen. Met wie moeten we vissen. Zeker Wietse. Wietse doet geen ene fuck, die vist nooit met iemand. Ja, dat is niet waar. Die trekt nooit het land in. Ik hou van met mezelf vissen. Ja, Wietse is een beetje een emo. Ik heb nu een uit van de zaak, dus dat moet gewoon kunnen. Dus laat het inderdaad even weten. En dan zien we je morgen. Of vannacht bij de actie. Zo is het. Ja mensen, het ziet er goed uit. We zijn even aan de boswandeling begonnen. Want daar hebben we hem. Want de grausen vriend. De heer Wietsen van de ski. Hallo. Hallo. Jawohl. Hallo. Und? Guten Tag. Ik zie niks. Een kap. Een kleine kap, een grote kap. Voelde wel goed. Dan ben je best wel diep altijd. Maar? Maar hij stond niet zo goed. Schupje. Maar ik ben wel blij. Toch de zij is het hengel. Dat is bruut. Vis is vis. Hij zat even vast. Schijn niet met die lampje heen. Hij zat even vast in een tak. Dus ik had geen direct contact. Maar die is gelukkig weggegaan. Ah. Aan je keer springen. Gewoon regen. Lekker neef. Gaan hem scheppen. Toch op te voeren voor de plek. Oh. Daar. Eind van het jaar. Best sterk. Is dat kassa? Opa, papa. Of is dat kassa? Lekker papa. Kijk eens, een Ronnie de Rietkruiper. Auw, die valt toch helemaal niet tegen? Prima best. Dat is een mooie vis. Prima best. Lekker, yes. Tikke man. Tikke man.
deze wild. Nou, hij zit zeker prima in het bekkie. Mooie visie hoor. Ja. Dat valt niet tegen. Nou jongens, helemaal niet gek. Eerste vis van de nieuwe water. 8 kilootjes. Je ziet, ik ben een beetje een mankeneus. Waarschijnlijk is mijn kruisband naar de knoppen. Raast 60 van het voetbal gebeurd. Dus ik kan hem amper buigen. Maar goed, zo redden we het wel. Mooie vis. Tot Bootworm Bros. 2 dagen gevoerd. Was echt knijtersterk. Uit de zijsleut zoals je zag. Toch die zijsleut. Toch die gekke zijsleut. Hij heeft altijd favoriete stekjes. Altijd zeggen, hè? Altijd zeggen. Hij heeft het altijd zeggen. Je moet iets hoger optillen zo. Hè? Iets hoger. Iets hoger. Ben je maar hoog? Ja, ze is mooi beter. Te maken en dan mag hij weer back. Back in tuin. Nou, hoe was mag gaan? Dat is niet. Dat ging niet al. Lekker hoor. Zo dames en heren. De hengel ligt weer. Hij ligt haai scherp. Zit in het mazzel, want ik weet zeker dat hij eigenlijk nog een keer afgaat. Doe run hem run. Hij zit er weer grapjes te maken van ja, ik heb al 2 30's op jouw hengels dit jaar. Dit jaar, deze nacht komt er nooit bij. Zou niet zo mooi zijn, maar ik zie het op zich ook wel gebeuren. Dus het was 2 uur pas. Ik lag best wel diep te slapen. Voor mijn gevoel is het echt al 4, 5 uur. Maar dat is dus niet zo. Dus ja, we hebben nog een paar uurtjes te slapen, wat wel lekker is. Ga ik ook doen. Eerst volgende shot is weer met actie. Wat rusten. Wat gebeurt er? Ja, nou, de rest van Rietse die blijft ook niet hangen. Nou, je hebt gezien hoe mooi die gehaakt zat net. Nou, nu niet in ieder geval. Dus lijkt eraf. Ik heb niks gevoeld. Beurt voorbij, denk ik. Tiefjes, sorry. Toch? Ja, ook nog eens. Dan mag wel mooi even op een plekje terug, hè. Handje bol erbij. Ga ik weer terug. Puilup, ja, pluip. Net zien. Zo jongens, goedemorgen. Beetje karig. Hengeltje achter mij. Ging vol gas af. 8:30. En super sterke sprint. Vis komt meteen aan de oppervlakte. Dan weet je eigenlijk al genoeg, een graskarper. Toen schoot de haak los. Dat was shit. Een beetje, hoe noem je die haak ook weer? Best wel een smalle haakbocht. Dan zie je tot ze toch losschieten bij grassers. Curveshank. Curveshank, inderdaad. Dus volgende keer maar een wide gap erop. Meer vrees. Maar wel, wel jammer. Shit, gaan we opruimen. Hij moet weg. We moeten gaan sporten, jongens. Maf Kees. Heerlijk. En ik ga nog lekker slapen zo. Tot ziens. Nou jongen, waarom heb jij nou gebankt? Soms vraag je het wel af, hè. Noem ze kreeftenkuis. Bizar. Hij zat er een strak omheen, hè? Ja. Ze hebben ervan gemaakt. Bizar. Niet normaal. Burgbeest. Nou, wat ga je allemaal doen vandaag? Ik ga eerst lekker sporten. Van 9:30 tot 10:30. En dan ga ik daarna lekker douchen. En dan ga ik naar een festival in het bagger weer. Zo, het is echt... Ja, ik weet niet of je het goed ziet. Het miezen, dat is niet normaal. Alles wordt psyched dan. Echt de slechtste dag van het jaar. Ik wou weer een beetje regen voor de natuur, is dat wel goed. Maar het is helft binnen, helft buiten. Maar lekker. Lekker is anders. Maar toch een beetje zonde van het voer, hè? Ja. 5 kilo gevoerd? 3 aanmeten. 3 runs. 2 ja, op zich wel moeilijk water. Dat is wel zuur. Ah, wel een video weer. Samen. Dat is wel weet ik. En vissen, vissen. En wat doen we voor die vis? Oh, denk je wel. Nou jongens, je ziet het. Hij staat op de capuchon, want het is slecht weer. Ik heb gauw opgeruimd. En ik ga lekker naar huis. Wietse die blijft nog zitten. Misschien dat hij nog een vis verspeelt of zo. Kan altijd. En die ligt nog hier lui in zijn bed. Dus ik ga de camera overgeven. Ewa. Ewa. Wat schattig lig je erbij. Ja. Ja, heel schattig. Ja, ja. En ik ga er gauw vandoor. Goed, de mossel. Zo, even lekker een tosti als een bijt. Bakje op het vuur. Dan ga ik ook maar voorzichtig opruimen. Het regent nog steeds. Het gaat zo wel stoppen over 20 minuten volgens mij. En dat is mooi. Dan is het een uur of het is 10:30. Dan heb ik ook nog het aan mijn dag. Ik hoop dat hij nog afgaat, maar ik verwacht eigenlijk niet meer. Eigenlijk sinds het zoveel heb geregend. Of sinds het zoveel regent geen runs meer gekregen. Dus ja, het is na die run vanavond. Van vanochtend is het harder gaan regenen. Maar je weet het nooit. We blijven positief. Tot ziens. Is het gebeurd als wat je niet verwacht? Net een filmpje wat ik net maak, was 5 minuten geleden. Opeens gaat de hengel toch af. Toch nog een karper uit de zijsleut. Grappig, hè? Chit is dan net weg.
uurtje. Die was aan de beurt geweest. En die heeft nu geen vis. En ik heb twee. Ja, mooi beestje. Was lekker sterk. Moest me even onder de brug vandaan houden. Ah. Ik kan nog steeds amper zitten met mijn knie. Dit is hem dan. Mooi schuppie. Punt gaaf. Ja, super sterk. En hij mag weer terug. Niet te dit. Zo. Deze jongen mag weer gaan. Tot een leuke afsluiting gezet. Twee visjes. Meer dan tevreden. Nieuw water, nieuwe stekken. Altijd leuk. Beet kreeg, was ik meteen koffie aan het zetten. Maar zoals je ziet, hij is gelukkig nog warm. En draam hier echt allemaal natte zooi. Tent. Mat. Schepnet, swing. Maar goed, we hebben gevangen. Hij draait om, dat is het mooiste. Dus dat droog alweer. Nou jongens, ik ga ook rustig beginnen met opruimen. En dan doe ik de camera in de kamertas. Komt hij niet meer terug. Het is stil, even verder. 11 uur. En voor de video nou leuk. Weer samen met Chit. Bruiduimpje omhoog. Abonneer voor meer. En laat altijd een leuke reactie achter. Het is weer bijna zomer. Er komen mooie trips aan. Chit gaat naar Frankrijk met Bram. Ik ga waarschijnlijk in mijn eentje nog naar Frankrijk. Misschien in het najaar gaan we nog naar Slovenië. Dus hou zeker ons op de hoogte. Kijk even op de site dave15.nl. Ons blijk van support. Koop een polootje of een shirtje of een petje, een trui. Vinden we hartstikke leuk. En dan zien we je volgende week weer. Laters.